Iedereen hier kan astronaut worden. Het is mij namelijk als eerstejaarsstudent, 18-jarig, ook gelukt. Afgelopen mei werd er een competitie georganiseerd bij ons op de Technische Universiteit in Delft. En die competitie vereiste mij en 180 anderen een concept te bedenken dat in 30 jaar de luchtvaartwereld op zijn kop zou zetten. Dat heb ik gedaan, heb ik ongelooflijk veel werk gestopt. En toen stond ik daar op het podium in mei en toen overhandigde de directeur van KLM mij deze prijs, een ruimtereis. Ik weet nog goed, ik stond daar op het podium, een van de initiatiefnemers van het bedrijf die de vluchten gaan vliegen, Ben Drossen, die kwam naar mij toe en die gaf mijn hand en die zei: Nout, welcome to the team. Ongelooflijk gevoel. En nu mag ik in 2 jaar tijd in dit toestel naar boven de 100 kilometer knallen om een geheel gewichtloze omgeving, onze aarde en de atmosfeer die ons beschermt, te mogen bewonderen. Fantastisch. De aarde bewonderen van buiten en gewichtloos zijn en de ruimte reizen, dat is altijd een jongensdroom voor mij geweest. Ik heb vliegtuigen, raketten altijd al ongelooflijk vet gevonden. En daarom is het dus eigenlijk niet gek dat ik met 5-jarige leeftijd al mijn eerste astronautenpak aantrok. Daar stond ik. En enkele jaren later, toen ik helemaal wat ouder werd, mijn vader die legde me uit hoe een boormachine en een figuurzaag werkte. Heel erg handig als Delftenaar allemaal. Bouwde ik al snel mijn eerste vliegtuigsimulator. Nou, hier zie je het ding in aanbouw. En hier vlieg ik met die simulator van New York naar Amsterdam. En zo heb ik eigenlijk tijdens mijn jeugd een ongelooflijke passie voor lucht- en ruimtevaart gekregen. Het is wat mij wakker houdt en ja, ik studeer het nu ook. Ik vind het gewoon ongelooflijk interessant. Afgelopen november ging ik naar de universiteit, ging naar colleges toe. En opeens zien we over in de faculteit posters. En stond op die posters stond er win- en ruimtereis. Wat vet, wat vet. Ik begon er gelijk over te dromen en over na te denken. En die jongensdroom, sinds ik zo was, die was opeens binnen handbereik. Wat ongelooflijk vet. Maar ja, toen gebeurde er eigenlijk iets. Nou, iets onvoorstelbaars. Hè? Je zou verwachten dat ik naar buiten rende, om een fiets sprong en naar huis ging. En om gelijk te werken aan dit interessante concept. Maar ja, hè, toen begon ik smoesjes te verzinnen. Allemaal verschillende redenen waarom ik niet mee zou doen. Want ja, hè, wie wint er nou een ruimtereis? Ja, dat is toch gek? Nou, hè, ik had net een half jaar gestudeerd, een jaar geleden. En ik dacht van, ja, weet je, Nout, jij bent eerstejaars student. En jij probeert een concept te bedenken dat beter is dan al die jongens en meisjes die al 5, 6, 7 jaar studeren. Dat kan toch niet? Daarnaast, je hebt toch geen tijd, studiepunten halen, gezellig doen met vrienden, boodschappen doen, de was doen. Er helemaal geen zin in. Dat uitstelgedrag is zo natuurlijk. Dat komt jullie allemaal waarschijnlijk heel bekend voor. Ja, huiswerk, dat soort dingen. Maar de truc is om daar bewust mee om te gaan. Dat duurde bij mij even, maar uiteindelijk was het mij wel gelukt. Ik werd op de dag wakker dat het eerste deel van de competitie ingeleverd moest worden. Met echt een enorme drang van, Nout, je bent echt knettergek. Je moet hiervoor gaan. Want als je het niet doet, ga je spijt krijgen. Ja, en ik kan zeggen dat ik er geen spijt van heb. Maar ik heb die hele dag hard gewerkt. Ik heb aan tafel gezeten om de grote lijnen van mijn concept op papier te zetten. Dat heb ik aan het eind van de dag ingeleverd. En een paar maanden later kreeg ik een telefoontje van Nout, je bent door naar de volgende ronde. Mijn concept gaat over vliegtuigen op waterstof. We vliegen op dit moment met kerosine. Dat is niet milieuvriendelijk. Daarnaast de olie raakt op, dus na een tijdje de kerosine ook. En ik heb gekeken naar hoe we vloeibaar waterstof in de straalmotoren van vliegtuigen technisch kunnen implementeren. En ik heb dus gekeken, nou, het vliegtuig moet wat opnieuw ontworpen worden. Je ziet achter mij een ontwerp dat ik heb gemaakt voor het brandstofsysteem. En ik heb gekeken naar hoe dat allemaal technisch mogelijk was. Maar ik heb naar het hele plaatje gekeken. Dus ook hoe de productie van waterstof op een duurzame manier kan.
Ik heb het hele concept uitgewerkt op een technische basis, maar ook financieel. En heb dat uiteindelijk in een maand tijd, dat was het tweede deel van de competitie, in een groot rapport geschreven met daarnaast nog een filmpje van 3 minuten. En toen stond ik daar in mei en bij de uitreiking van wie had gewonnen van de laatste ronde. En stond daar directeur van KLM, Peter Hartman van Nout, jij hebt gewonnen. En nu mag ik in dit onwijs vet apparaat, deze hier, hij is 9 meter lang, passen 2 man in, naar boven de 100 kilometer en dan ben ik een ruimtereiziger. Wat is de toekomst, de verdere droom van deze vlucht? Want het is een vlucht van 3 kwartier en naar boven de 100 kilometer en terug. Maar de droom is om verder te vliegen, hoog te vliegen en harder te vliegen. Stel je mij eens voor dat je op vakantie gaat in Australië en dat niet door middel van een vliegtuig van 18 uur waar je helemaal geen beenruimte hebt. Hè. Nee, je zit in een ruimteschip. Je bent er in 3 uur, andere kant van de wereld. Je bent geheel gewichtloos en hebt het mooiste uitzicht van de wereld. Dat is de droom. En die vlucht, het verbaast me nog steeds hoeveel meer ik uit die vlucht krijg dan die 45 minuten dat ik uiteindelijk in de ruimte ben. Want hij geeft me inspiratie om in de toekomst ook in deze hele interessante en boeiende industrie een steentje bij te dragen. Dat vind ik gewoon heel erg interessant. En ik hoop dus ook dat jullie allemaal één voor één ook achter jullie eigen droom aangaan. Of dat nou een vak is, een bepaald muziekinstrument, misschien een sport of een cultuur of misschien ook ruimtevaart. Ga er een keer voor en stop even die smoesjes gewoon even in de kast. Hijs jezelf over je eigen barrières heen en ga er gewoon voor. En dan weet ik zeker dat als ik jullie allemaal in, laten we zeggen, 5, 6, 10 jaar spreek, en dat zal ik ook doen, dat jullie allemaal in de tussentijd iets onwijs vets hebben gedaan. Want ik weet dat jullie dat allemaal één voor één kunnen. Het is mij namelijk als eerstejaarsstudent aan de Technische Universiteit Delft, als 18-jarige, ook gelukt mijn droom waar te maken. En nu ga ik in 2 jaar de ruimte in. Dank u wel.